welkom bij deze nieuwe video. Een paar dagen geleden ontving ik weer een PR-pakketje van Morphe. En toen ik het zag, ik dacht echt, hier moet ik een video over gaan maken. Het is een nieuwe collectie in samenwerking met weer een andere influencer. Ik heb haar naam opgezocht, want ik ben helemaal zat dat ik altijd iedereen zijn naam verkeerd uitspreek. Dit is een samenwerking met de influencer Nayani. Ik ken haar, ik volg haar verder niet ofzo, maar ik heb haar gewoon wel eens voorbij zien komen op Instagram en zo. En ze maakt echt prachtige, heftige, kleurrijke looks. En deze collectie is echt dat. Het is heftig, het is kleurrijk, echt superveel felle kleuren, neutrale kleuren ook wel. Maar als je er zo naar kijkt, het is wel echt vooral felle kleurtjes. Echt best wel een lentecollectie naar mijn mening. En jullie weten, ik hou van heftig, ik hou van kleurrijk. Dus ik dacht, ik ga een video maken over de collectie. Ik had hem ook op Instagram geplaatst en toen heb ik ook een aantal berichten ontvangen of ik de collectie wilde gaan testen. Wanneer ik deze video film, is de collectie nog niet te koop, maar als het goed is, als hij online komt, als dus deze video vandaag online is, dan is hij al te koop bij de Morphe EU website. Je hoeft geen douane te betalen of wat dan ook. Wat je gewoon online betaalt, is gewoon het bedrag dat je betaalt. Dus heel makkelijk. Ik zal ook een linkje zetten beneden in de beschrijving. En mocht de collectie er nog niet zijn, hij komt eraan. Het is een niet al te grote collectie. Het is oogschaduw, lippotloodje, lipsticks en een kwastenset. Maar we gaan het gewoon vandaag allemaal proberen. Dus ik ben super benieuwd. Vind je het nu wel leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Oké, jongens. Ten eerste, deze PR-box is echt amazing. Kijk even dit. Er staat een foto van haar op. En het zijn 3 foto's in 1. Als je de box zo op en neer beweegt, dan verandert ze van look. Make-up, haren. En het zijn 3 verschillende looks. Een blauwe, een roze en een beetje een oranje look. Dit is echt super leuk gedaan. Kijk dit. I love it. Zoals je dus kunt zien, heel kleurrijk en heftig. Dus zo'n look wil ik ook gaan maken. Ik denk dat ik vandaag 2 looks ga maken. Op ieder oog een look. Ik zal even de box openmaken. Ik heb er ook een heel handig boekje bij. Kijk dit. Dit zijn 4 looks. Super leuk. Ik vind het allemaal zo leuk. En hierin staat wat alles is. De prijzen, et cetera. En dit is dan hoe het eruit ziet van binnen. Ik vind het er allemaal zo mooi uitzien. Al die bloemetjes, kleurtjes en zo. Ik ga beginnen met de kwastenset. Dit is de Morphe X Nayani Fierce Fairy Tale 6-piece eye brush set en bag. En er zitten 6 hele kleurrijke oogkwasten in. Dit is het enige vandaag wat ik niet ga proberen. Ik heb echt een heleboel kwasten. En ik vind het echt gewoon een beetje zonde om ze te gaan proberen. Want ik weet al hoe de kwasten van hun zijn. Ze zijn altijd wel gewoon prima. Ik hou van hun kwasten. Ze zijn nooit slecht. Dus ik dacht, ik ga ze niet gebruiken. En dan kan ik gewoon iemand anders er blij mee maken. Als jullie nou iets hebben van Sarah, nee, wij willen gewoon vertalen dat je ook gewoon de kwasten gebruikt, let me know. Maar naar mijn mening is het niet echt nodig. En kan ik er veel beter iemand anders blij mee maken. Maar dit ziet er wel echt heel mooi uit. I love it. Oké, dan het volgende wat ik zeker wel ga gebruiken. En dat is het paletje. Dit is het Morphe X Nayani Fierce Fairy Tale Artistry Palette. En dit is dan de inhoud. Je krijgt 30 prachtige matte en glanzende kleuren. En het is in 3 delen opgedeeld. Nou, ook weer een super mooie verpakking zoals je kunt zien. Hier heb je dus die 4 looks. Allemaal bloemetjes, kleurrijk. En je moet het zo openmaken als een boek, zeg maar. En dan zie je dat het in 3 kleuren is opgedeeld. Roze, dus hier. Groen en oranje daar beneden. En dan heb je ook hier 3 looks staan ter inspiratie. Ik vind het allemaal zo leuk. Ik vind het ook leuk dat ze haar haren heel tijd matcht met alle looks zoals je kunt zien. Elke keer heeft ze een andere kleur. Peruik op die matcht met de look. En dat vind ik echt heel leuk gedaan. Ik denk dat ik ook gewoon vandaag echt 2 looks wil maken zoals ik al net zei. En ik ben aan het denken welke 2 ik wil gaan gebruiken. Ik denk dat ik sowieso groen ga gebruiken. Want die vind ik wel heel leuk. Dan denk ik misschien ook roze of zo. Had ik maar 3 ogen, dan had ik ze gewoon alle 3 kunnen gebruiken. Maar of course hoef je je er niet per se aan te houden. Je kunt ook gewoon alle kleuren mixen en doen wat jij wilt. Maar ik vind het gewoon wel leuk, ja, om me gewoon daar ook echt aan te gaan houden. Ja, jongens, ik ga gewoon voor groen en voor roze. Ook vooral omdat ik die kleur hier heel graag wil proberen. Nou, ik ben echt zo benieuwd. De kleuren zien er echt prachtig uit. Heel mooi. Hele mooie glanzende en matte kleuren. Oké, laten we het gaan doen. Laten we inzoomen op de ogen. Oké, ik ga de groene kant hier doen aan mijn rechterkant. En dan wordt de andere kant roze. Ik ga beginnen met groen. Het is niet alleen groen, want het is ook blauw zoals je kunt zien. Het is een beetje groen-blauwig-achtig. En ik denk dat ik vandaag een hele cut crease zo ga maken. Zo'n look heb ik al lang niet meer gemaakt. Ik ga beginnen met deze donkere matte groene kleur hier. En met die kleur ga ik zo de cut crease maken. Ik heb al gepruimd met concealer. Oké, hopelijk gaat dit gewoon goed. Ik ga het gewoon doen uit de losse pols. Oké, nou dit ging echt goed. En dan ga ik het hier een beetje inkleuren met die kleur.
I love it. Deze kleur is zo goed gepigmenteerd. Het kost helemaal niet veel werk of zo. Het is gewoon heel goed donkergroen. Echt fantastisch. Oké, dan ga ik zo een soort van ombre look maken. Dan ga ik nu in met deze donkergroene glanzende kleur. En die kleur ga ik zo ernaast aanbrengen. Dit is een hele aparte kleur. Het is een beetje blauw-groenig, een mix van blauw en groen. Hele mooie, unieke kleur. Daarnaast wil ik deze hele lichte groene glanzende kleur aanbrengen. En dan ga ik zo op en neer met die twee glanzende kleuren om ze zo mooi in elkaar te laten overgaan. Om zo'n mooi ombre effect te creëren. En dan als laatste deze glanzende lichte kleur hier. Ik weet niet precies wat voor kleur dit is. Een beetje blauw-wittig of zo. Een beetje grijs-blauwig. En die breng ik hier in de binnenste hoek aan. En dan ga ik weer nou over alle glanzende kleuren heen om ze een beetje terug te brengen en een mooi ombre effect te maken. Echt, I love it. Dit ging zo goed. Er is ook bijna helemaal geen fallout. Het is goed gepigmenteerd. Het brengt fijn aan. Ze blenden echt allemaal heel mooi in elkaar in. Het is echt gewoon precies gegaan als hoe ik in mijn hoofd had. Echt wauwie. De glanzende kleuren zijn ook heel mooi glanzend. Ik ben er echt helemaal enthousiast over. Ik heb niks slechts erop aan te merken. Dan pak ik weer een klein beetje van die donkere groene matte kleur. En die breng ik dan nog een klein beetje hier zo aan op de onderste wimperrand. Ik ga niet helemaal naar binnen. Ik blijf een beetje hier in de buitenste hoek. Dan pak ik deze hele lichte matte groene kleur, een beetje een mintgroen. En met die kleur ga ik dan deze donkergroene kleur een beetje uitblenden. Ik ben echt obsessed. Ik vind het echt super mooi. Dan ga ik nu beginnen aan het andere oog, de roze kant. En ik wil ook weer precies zo'n look maken, maar dan met de roze kleurtjes. Ik ga beginnen met deze felroze matte kleur. Dan ga ik in met deze beetje donkere roze glanzende kleur. Dit is echt een hele mooie roze kleur. Hij is heel glitterig. Ik zie allemaal van die witte en roze glittertjes erdoorheen. Heel mooi, had ik niet verwacht. Pak ik weer een beetje van die roze matte kleur. Dan breng ik die hier weer een klein beetje aan om weer dat ombre effect te creëren. Dan pak ik deze wat lichte roze glanzende kleur. En die breng ik dan daarnaast aan. En dan als laatste deze glanzende kleur hier. Die kleur is een beetje licht paarsachtig. Oké, ze zijn niet echt precies hetzelfde. Deze is iets hoger dan deze roze kant. Maar ja, whatever. Laten we daar gewoon niet al te veel over nadenken. Het is wel echt allemaal prachtig gewoon. Jongens, kijk even hoe mooi dit allemaal is. Ik hou van roze. Roze is mijn fave kleur. Ik hou echt van alles roze. Vooral in mijn make-up. Ik vind roze me altijd best wel mooi staan. Dit is echt heel mooi. Ook weer hier de glanzende kleuren. Super glanzend. Heel mooi. Goede pigmentatie. Alles blendt mooi in elkaar in. I love it. Ik ga proberen het iets hoger nog aan te brengen. Zodat het meer op die groene kant lijkt. Dan pak ik weer die donkere roze matte kleur van in het begin. En die breng ik dan hier weer op de onderste wimperrand aan. En dan ook weer alleen maar hier in de hoek. Dan pak ik deze hele licht roze matte kleur. En daarmee ga ik die roze kleur uitblenden. Wauw, ik heb echt niks aan te merken op deze oogschaduw. Alles was echt gewoon perfect. Laat me weten wat jullie fave kant weer is. Ben jij team roze of team groen? Ik persoonlijk vind roze mooier qua kleur. Maar ik vind dat de groene kant beter is gelukt. Dus ja, maar ik hou gewoon echt van roze. Maar deze groene kant is echt goed gelukt. Echt helemaal perfect. Daar ben ik weer. Ogen zijn helemaal af. Ik heb random wimpers op van Shein. Ik ga het nogmaals gewoon herhalen. Ik vind het echt super mooi. Roze en groen allebei. Oké, we gaan verder met de lipproducten. Ik heb lipsticks en lippotloodjes. Ik ga beginnen met de lippotloodjes. Dit is de Morphe X Nayani Fairy Tail 6-piece color pencil set. Dit is dus een lippotloodjes set met 6 verschillende potloodjes in verschillende kleuren en ze matchen met alle lipsticks. Er zijn 2 lipstick sets, een nude set en een kleurrijke set. En deze matchen met al die lipsticks en dat vind ik echt geweldig. Ik moet altijd een lippotloodje hebben bij elke lipstick. Dus ik vind het heel fijn dat deze gewoon automatisch matchen met de lipsticks. Daar ben ik echt heel blij mee. Dit zijn dan alle 6 de lippotloodjes in kleurrijke kleurtjes, maar ook een paar nude kleuren. Ze matchen dus met de lipsticks, maar obviously je kunt ze gebruiken voor wat je wilt. Ook gecombineerd met een andere lipstick of als oogpotloodje. Je kunt echt doen wat je wilt. Dus deze ga ik zo meteen gebruiken met de lipsticks. En dan heb ik hier de 2 lipstick sets. Dit zijn de Morphe X Nayani Fierce Fairy Tale Lipstick Trio's. Het zijn er dus 2. Deze set heeft felle kleuren. Dit is de set Beyond Bold. En dit is de nude set en die heet Nearly Nude. En hier achterop staan dan alle kleuren. Deze felle kleuren. Kijk deze kleur. Het is gewoon letterlijk geel. Ik ben zo benieuwd hoe dat gaat aanbrengen op de lippen.
Ik ga ze ook weer even allemaal openmaken. Ik maak er even eentje open. Dit is hoe ze eruit zien in hun normale zwarte verpakkingen. En dit is dan de lipstick. Er staat ook op Nayani. Kijk, weet niet of je het echt goed ziet op beeld, maar haar naam staat erin gegraveerd. Deze kleur is zo apart. Zo'n kleur heb ik nog nooit op mijn lippen aangebracht. En dat matcht dan met dit lippotloodje. Oké, ik ga denk ik gewoon even alle zes de kleuren aanbrengen en aan jullie laten zien. Ik ga beginnen met de drie felle kleuren. Ik begin met de kleur Zuri. Dit is een hele mooie donkere paarse kleur. Dan heb ik hier de kleur Ayani. Dit is een iets lichtere paarse kleur. En dan de felste kleur Raina. En dit is een fel gele kleur. Heel apart. Dan nu de drie nude kleuren. Ik begin met de kleur Fiera. Dit is een hele mooie lichte roze kleur. Dan heb ik hier de kleur Tau. Een mooie peachy nude kleur. Beetje oranje. En als laatste de kleur Jaya. En dit is een hele mooie bruin nude kleurtje. Nou, dat waren alle zes de verschillende lipsticks. Wat vonden we ervan? Ik heb een aantal opmerkingen. Eerst de lippotloodjes zijn amazing. Echt fenomenaal. Super gepigmenteerd. Heel erg creamy. Brengen echt fantastisch aan. Ik raad deze set zeker aan. Mooie kleuren ook. Nogmaals, ook te combineren met andere lipsticks of whatever. Super duper fijn. Echt goede kwaliteit. De lipsticks echter. Het zijn matte lipsticks. Ze brengen ook best wel stroef aan. Maar dat ben ik op zich wel gewoon gewend van hun lipsticks. En ze blijven ook altijd super lang goed zitten. Dus dat vind ik op zich niet echt een issue. Alleen de kleuren. De felle kleuren zijn gewoon echt heel fel. Gewoon precies wat je verwachtte. Die gele kleur was echt not it, maar oké. Okay. Maar de nude set, ik vind het niet echt nude. Het was best wel fel, best wel pastel. De enige kleur van letterlijk alle zes de lipsticks die ik zou dragen is de kleur die ik er nou op heb. Deze kleur vind ik echt heel mooi. Is echt een draagbare nude kleur. Die andere twee nude kleuren vond ik niet zo. Dus die nude set raad ik niet per se aan. Puur omdat ik het gewoon niet echt een nude set vind. De felle kleuren set raad ik op zich gewoon wel aan. Want het is echt what you see is what you get. Het is fel en het is gewoon ja heel heftig. Maar eindstand is eigenlijk de enige kleur die ik zou dragen. Deze ene kleur. Dus deze lipsets, ja. Het is persoonlijk niet echt mijn ding. Maar qua de felle set, dus nogmaals. Het is wel gewoon echt fel en heel kleurrijk. Dus als dat iets is voor jou. Ja, dan zou ik het gewoon zeker halen. Maar vooral deze lippotloodjes. Echt amazing. Vooral omdat je er echt veel krijgt voor echt een betaalbare prijs. I love it. Nou jongens, dit was het dan. Dit was de hele collectie. Wat vonden we ervan? Let me know beneden in de reacties. Laat ook weten wat jouw fave kleur is. Roze of groen. Het is vandaag echt super goed gegaan. De winnaars vandaag zijn echt dit paletje en de lippotloodjes. Deze twee echt zeker aanraden. Dit paletje is echt super duper mooi. Echt super felle kleuren. Pigmentatie is goed. Blenden goed in. Heel mooi glanzend. Geen fallout. Ik heb er echt niks slechts op aan te merken. En nogmaals, deze lippotloodjes heel creamy. Echt een goede, mooie collectie. I love it. Ik ben er heel blij mee. En ik zal de producten ook zeker vaker gebruiken. Nogmaals, let me know beneden in de reacties wat jij van de collectie vindt. En van deze make-up look. Ik ben altijd heel benieuwd naar jullie mening. En zoals altijd hoop ik dat ik jullie weer heb vermaakt vandaag. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!